Programma Bloosmuziek, aandacht voor het eindexamen van Mark Domen. Mark Domen heeft voor de regent gestudeerd in Den Haag op het conservatorium. Maar dat is gewoon natuurlijk een Limburgse jong. Een jong die normaal solo al speelt bij de Brassband Limburg. Een jong die 10 jaar lang heeft meegespeeld als solonist bij André Rieu. En terwijl André Rieu in Amsterdam zijn concerten geeft, deed Mark hier vandaag eindexamen. Die zou me doodblizen als muzikant bij André Rieu te mogen spelen. Dat is dat 10 jaar als solo en is gedaan. Wat heeft zich nu in godsnaam gemotiveerd om dat te stoppen en weer te gaan als dirigent? Mijn motivatie om te stoppen bij Rieu was met name het hele vele reizen. Waren periodes 200 hotelovernachtingen per jaar van huis af. En dat wordt meegebegeven in dat 10 jaar. Om de hele wereld gereisd te hebben, wordt me dat punt te veel. Geweldige tijd gehad, echt wat ze zeiden, dat is een droom van elke muzikant, wordt ook voor mij een droom. En ik had dat echt nooit willen missen. Maar op een gegeven moment, na 10 jaar, heb ik de knop omgedraaid en gezegd van ja, ik gewoon een nieuwe uitdaging aan. Ik wil mezelf weer op een ander vlak gewoon ontwikkelen. En een grote liefde die ik al had van in het verleden. Ik heb directie gestudeerd bij Zerg Kuipers Conservatorium in Maastricht en bij Pierre Kuipers. Om die weer terug op te pakken. En op WMC in 2003 kom ik, mini-WMC, kom ik Alex Schillings tijdens concertwedstrijden fanfare tegen. En vanaf dat moment worden er dusdanig geklikt dat ik bij Alex weer eigenlijk die studie ben weer terug op kan pikken. Mm-hmm. En op een gegeven moment ging van het een en het ander en heb ik weer ingeschreven aan het conservatorium in Den Haag om dan toch dat felbegeerde diploma te halen, waar ik vanavond dan geslaagd voor ben. Nou, geslaagd, dat is een understatement. Dat was 2 9 en 8, dus dat is voortreffelijk natuurlijk. Wat zijn zo de sterke punten van Mark, als u dat zo even zou kunnen samenvatten? Sterke punten zijn absoluut de beleving die hij heeft, grote muzikaliteit, de passie voor de muziek. Hij pakt zijn muzikanten letterlijk bij de kraag en laat ze lekker spelen. Ik denk dat dat hele belangrijke punten zijn voor hem. Het was een fantastisch examen waar dat blik gegeven heeft van zeer groot vakmanschap al, met natuurlijk ook een fantastisch orkest wat hij heeft. Maar hij kost dat met repeteren en met werken en dat zet alles over hem. Is het een voordeel of een nadeel dat ze zo'n groot orkest hebben bij een examen? Ik heb het ook af zitten te vragen. Ik dacht op een gegeven moment ook van, wie er zo gaan moet er bezig worden. Ik denk, ze kunnen een stuk gewoon direct spelen. Dus die zaken hoeft er niet meer te doen of er niet meer te studeren en zo. Maar hij heeft de draad net op de goede manier opgepakt door aan muzikaal zaken direct al te werken. En dan is het natuurlijk een voordeel, want dan steeds het ook op een hoger niveau te werken. Hoe beter je bent, hoe beter jij zelf ook moet zijn. Want je wordt door een hele goede band ook snel afgestraft. Nou, ik denk zelfs dat het een groot nadeel is op zo'n examen. Want kijk, Resurg of een Bal, een fantastisch stuk. Maar die mensen, die spelen die muziek meteen. Dus dan moet als dirigent meteen tot een hoog niveau klimmen. Om het eruit te halen uit die muzikanten, wat er op dat moment nog niet in zit. Dus, maar de kind wel meteen die ei kwijt in het muzikale gebied. En wie een minder niveau, hebben ze het voordeel tussen aanhalingstekens. Zo kunnen ze op een gegeven moment zeggen, doch dat muitje eens, want het ritmisch is dat niet helemaal sterk. Of, maar kijk, aan beide is natuurlijk de moeilijkheid, maar hier is het de moeilijkheid. Dat is meteen dat hoge niveau moet proberen te realiseren. Dan maakt Mark normaal mee als collega-muzikant op solo-alto bij de Brassband Limburg. Maar vandaag is dirigent. Wie is er bevallen? Ik koos Mark als dirigent van Nieuwstad ook wel eens metgedoen. En ik vond dat dat eigenlijk heel professioneel aanpakte. Dat is mij eigenlijk heel goed bevallen. En een hele schone stijl van dirigeren vind ik zelf, ja.
Wat doen we hem nou? Het gaat zenuwachtiger dan normaal? Of heb ze dat niet gemerkt aan hem? Ik vond hem gaat rustiger dan als hij als muzikant is, inderdaad. Ja, als muzikant is het vaak een beetje grappig. Maar wel nu een stuk serieuzer. Maar dat moet ook wel eens dirigent, vind ik. Ja. Wat hoop ze nu? Hoe is die een einddoel? Is dat toch een Harmonie van Toor? Is dat toch een Roy van IJsden? Hoe wil ze naartoe? Nou, wat ik eerst naartoe wil is 6 december nog ook trouwen met Wim Mechelke. En ja, voor de rest op muzikaal gebied. Ik heb al heel veel prachtige muzikale ervaringen mogen metmaken. En ik weet niet hoe de toekomst eindigt. Ik heb heel veel dromen, maar of die uitkomen, zal dat wel zien. Ja, Mark, het gaat zo beginnen. De repetitie en het openbaar concert. Maar daar hebben ze dan de deel van het examen achter de rug. Denk eens even uit, wat wordt het precies? Ja, het examen bestaat in totaal 6 onderdelen. Scriptie, instrumentaties, orkestscholing, muziekgeschiedenis en vooral de 2 onderdelen. En ik heb zojuist de scriptie moeten verdedigen en de instrumentaties moeten behandelen eigenlijk. Ja. Dan moest nu meteen de bühne op, dus we kunnen die niet te lang opbouwen, maar wie voelt ze zich toch een beetje kriebelig in de boek? Of, Nou, ik heb voel ze toch de spanning, gezonde spanning. En nu dat ik de bühne op mocht, ja, dan heb ik wel het gevoel van, op de bühne voel ik echt als een vis in het water. En dan kreeg ik echt rijkhalsend nood. We geloven dich en we gaan dich volgen. Bedankt dich, tot straks. Dankjewel. Is goed. Goedenavond, dames en heren, van harte welkom op het eindexamen Bavaraan van Mark de Toon. Met enige vertraging helaas, dames en heren, de voorafgaande kandidaat was wat meer uitgelopen. Maar we gaan toch beginnen. Mark heeft zich voorgenomen om van dit eindexamenconcert een muzikaal feest te maken. En dat is eigenlijk ook de reden dat het vandaag niet in een of andere conservatorium of muziekschool wordt. Daar heeft Mark allemaal zelf voor gezorgd. En hem kennende is dat dus wel tot in de puntjes geregeld. Op de tweede plaats hebben we nodig een goed orkest. En met de kerstverse Euroglas-kampioen, de Van der Kreekenbras van Limburg, die hier op het podium zit, is hier zeker ook wel in voorzien. Dames en heren van de Brassband, welkom en namens Mark alvast bedankt voor jullie medewerking. Dank u wel. En op de derde plaats hebben we natuurlijk ook u nodig als publiek. En liefst een groot en aandachtig publiek. Aandachtig wordt het zeker, want u was nu voor het concert begon al heel erg rustig, dus dat gaat zeker goed worden. Ik heb even snel geteld, er zijn ruim 100 mensen en dus voor een concert als dit toch best wel mooi. Voor een gewoon concert zou dit voldoende zijn om dat alvast te laten slagen, maar voor vanavond is dat niet het geval. Er is namelijk één onderdeel die vanavond het feest compleet kan maken voor Mark. En dat is de jury die ik van u wil voorstellen. Hij bestaat uit Alex Schillings, juryvoorzitter en tevens dirigent, docent, directie van Mark, Beatrix Kroonenvaart en Frans Schepers. Hartelijk welkom. En ik heb waarschijnlijk één naam doorgekregen. Daar zit nog een meneer, maar die stond niet op het publiek. Dat ga ik u daar ook even vertellen. Excuses. Ik wil de mensen die daar aan de tafel zitten niet onder druk zetten, maar zij kunnen natuurlijk voor een goede uitslag voor Mark straks dit muzikale feest helemaal compleet maken. Deze openbare repetitie waar we mee starten en de eindpresentatie in de vorm van een concert, het is eigenlijk de afsluiting van een 4-jarige studie die Mark bestapt in zijn muzikale carrière. Reeds eerder dit jaar heeft hij 2 onderdelen, orkestgeschiedenis en orkestscholing, met goed resultaat afgesloten.
Zo net heeft hij, hopelijk naar tevredenheid van de jury, zijn scriptie en instrumentaties verdedigd. En nu staat hij op het punt om de laatste twee onderdelen van zijn bachelor-eindexamen af te ronden. Hij start dan ook dadelijk met een repetitie, waarbij hij samen met de Van der Kreken Brass van Limburg gaat studeren aan een werk dat door hemzelf gekozen is en dat het orkest nog niet gespeeld heeft. Het is de bedoeling om tijdens deze korte repetitie zo snel mogelijk en zo hoog mogelijk niveau te bereiken. En Mark heeft gekozen voor een heel mooi werk, Resuiven, van Erik Paul. Een van de meest bekende en geliefde werken in het Brassband repertoire, maar zeker ook binnen de Limburgse fanfarewereld. In het programmaboekje vinden jullie hierbij en hierover heel veel informatie. En dat ga ik ook niet vertellen, want het is langzaam tijd dat het moment aangebroken is waar Mark zeker met spanning, maar ik hoop ook met veel plezier naar uit heeft gekeken. Zijn eindpresentatie met Brassband Limburg. Ik wil Mark op het podium uitnodigen en laten we met een flink applaus al een beetje van die spanning wegnemen. Mark. Thank you.
Thank you.